Desiré Bouterse, president en ex-legerleider, moet morgen voor de krijgsraad verschijnen omdat hij verzet heeft aangetekend na de uitspraak van de rechter in het 8 december strafproces. Op 29 november 2019 heeft de rechter Cynthia Falstein-Montnor een verstekvonnis van 20 jaar celstraf uitgesproken tegen de hoofdverdachte Bouterse. Advocaat Serena Esset, die deze zaak op de voet volgt, geeft aan wat het gevolg kan zijn als Bouterse morgen niet op de zitting verschijnt. Wanneer een verstekvonnis wordt uitgesproken en de verdachte het daarmee niet eens is, dan heeft de verdachte de mogelijkheid om verzet aan te tekenen. En dat is dus een rechtsmiddel. Dat rechtsmiddel is nu aangewend en de wet bepaalt dat wanneer het verzet wordt aangetekend, dat de verdachte moet verschijnen. En omdat de wet dat zo bepaalt, daarom kennelijk heeft de verdachte in deze, meneer Bouterse, besloten om te verschijnen, want het rechtsgevolg als de verdachte niet verschijnt, is dat het vonnis onherroepelijk wordt. Dat betekent dus dat de veroordeling die is uitgesproken op 29 november dus van kracht zou zijn. En dat er daar geen mogelijkheden meer zouden zijn om daartegen in beroep te kunnen gaan. Esset is van mening dat de krijgsraad niet politiek beïnvloed is. Ze benadrukt dat de uitspraak conform de wet is geweest. De advocaat zegt verder dat de krijgsraad morgen in alle rust recht moet kunnen uitspreken. Naar mijn mening, als ik de zaak zo heb gevolgd, dan heeft het proces plaatsgevonden geheel conform de wet. En wanneer de wet wordt toegepast op de zaak zoals het geschiet bij de behandeling van elke strafzaak, dan kan naar mijn mening niet gesproken worden over een politieke zaak. Het is gewoon een strafzaak waarbij de zaak getoetst wordt op basis van het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en alle andere relevante wetgevingsproducten. Dus van een politiek proces is er naar mijn mening geen sprake. Naar mijn mening moet de rechterlijke macht de volledige ruimte krijgen om in alle rust het recht te spreken. Toch? Dus als men de morele ondersteuning wil tonen aan meneer Bouterse, dat kan, dat mag. Maar men moet niet het rechtsproces, zolang men het rechtsproces niet verstoort en de rechter de volledige ruimte geeft om recht te spreken op basis van onze wet, dan mag ze naar mijn mening niks aan de hand. Maar zolang de zaken rustig lopen, vredig verlopen, dat de orde gehandhaafd blijft, dat is het belangrijkste. Advocaat Serena Esset, ze sprak over het verzet dat Desi Bouterse heeft aangetekend tegen zijn veroordeling in het 8 december strafproces. Ze hoopt dat de rechterlijke macht in alle rust haar onafhankelijke taak kan uitoefenen.